genomineerde in deze categorie, de Rabo MKB Award, en dat is Erik Bruinekreeft van Innovent Traders. Welkom Erik, ook voor jou. We gaan eerst even kijken naar de film. Leuk om je eigen film voor het eerst te zien. Ja, maar een mooie film geworden, hè? Ja, dat heb ik niet gedaan, maar nee. Ik heb wel meegewerkt. Je kunt niet van alle markten thuis zijn. Jij hebt bij de start van jouw bedrijf een enorm risico genomen, hè? Ik had het laatst met Otto over die dood of de gladiolen mentaliteit, maar die heb jij wel laten zien. Ja, dat besef je op dat moment eigenlijk niet echt. Dat kan je misschien even uitleggen? Ja, precies. Ik ben gestart in 2001... En hoe start je? Je hebt een bepaalde overtuiging. Ik denk dat meer ondernemers dat herkennen. Een overtuiging waarbij je weet, nou, dit gaat mij wel lukken. En je ziet kansen, je ruikt kansen. En dan stap je erin. Hè. Je gaat naar een bedrijfspand kijken. Daar sluit je een contract bij af van 3 jaar. Je zet een advertentie voor een personeelslid. Die neem je aan. En dan koop je wat materialen. Je koopt wat andere onderdelen. Je zet een advertentie. Je zet een website in de lucht. Dus eigenlijk ben ik zo gestart. Nou, en dan met de hoop dat er een klant voorbij komt. En dat gebeurde. En ik weet nog goed dat de klant die bij me kwam, als eerste klant, die zocht iets gebruikt. Nieuw had hij het geld niet voor, gebruikt wel. En dan word je heel vindingrijk. Ik zeg, ik heb wel een nieuwe wagen, maar voor een tweedehands prijs. Dat is hem toen geworden. Dat is weer heel leuk om zo'n start te hebben. Ja, want je had nauwelijks vangnet. Je bent echt gewoon zo in het diepe gesprongen. Ja, dat klopt. Mijn laatste spaarcent ringen erin. En dat was daar het. Daar gaat hij. En wat jij nu doet, is jij biedt dergelijke wagens ook de financiering. Die doe jij nu op dit moment in eigen beheer. Dus ik mag wel zeggen dat het dan heel goed gaat met jouw bedrijf financieel. Ja, dat klopt. Wat je tegenwoordig natuurlijk vaak meemaakt, en zeker de branche waar wij in opereren, is een moeilijke branche om gefinancierd te krijgen. De ambulante handelaar is wat minder grijpbaar. Er valt wel eens een duppie of een kwartje naast de kassa. Dus dat staat dan niet helemaal netjes in de papieren. Dus zo'n man of zo'n vrouw krijgt moeilijk. Dat is voor mij wel een beetje bekend terrein. Maar die man krijgt gewoon een beetje moeilijk zijn financiering rond. Van de Rabobank. Dat is misschien voor de Rabobank goed om te weten. Ja. Dan sluiten ze toch iets eerder de financiering af. Maar en ik kijk dan echt naar de ondernemer zelf, daarachter. En als ik iets bespeur van wat ik herken in mezelf, een bepaalde drijf, vakmanschap, een bevlogenheid, gaan voor kwaliteit, voor presentatie, beleving, dan denk ik, waarom krijg jij geen centen? Mm-hmm. En dan stap ik erin en dan financier ik op basis van huurkoop dat vind de wagen. Ik wel een heel mooi verhaal, dat doe je vaak, hè? Ja, gebeurt heel vaak, ja. Hey, en in het sociaal akkoord is nu opgenomen dat vooral dan grote bedrijven, dat die vooral mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten aannemen. Maar ook dat doe jij al, want daar ben je ook al een voorloper in, want je hebt zelfs een ex-dakloze, mag ik het zeggen, aangenomen. Ja, dat heb ik wel een keer gedaan, ja, dat klopt. Ja. Dat is wel een bijzonder verhaal, voor hem en voor mij. Maar voor hem en voor mij ook leerzaam. Dus dat is niet makkelijk, maar ik heb het wel vanuit een zuivere intentie gedaan. En ik sluit niet uit dat ik het nog een keer zou doen. Ja, maar hij werkt niet meer inderdaad bij mij. Maar wat is het... Want welke les kunnen wij eruit trekken? Nou, welke les kunnen we hieruit trekken? Is, dat is eigenlijk... ex-daklozen... kunnen vaak hele mooie mensen zijn. En dat was deze man ook. De functie die ik voor hem in mijn bedrijf had, was niet een functie die op zijn lijf geschreven was. En dat maakte hem eigenlijk dat het iets te moeilijk was voor hem. Gezien zijn achtergrond, je moet dan toch iets meer stabiliteit meenemen dan dat hij had op dat moment.
nou ja, heeft hij het bij mij niet gered. Maar ik heb hem wel bijzonder veel kansen gegeven. En, en dat denk ik van ja, dat is dan wat je wel moet doen bij zo'n man. Waarschijnlijk wel een stapje verder geholpen in zijn leven weer. Dat denk ik wel. Ja, het is een leerproces geweest voor hem. Mm-hmm. Ja. Oké. Dankjewel. Geef hem een applaus, Erik. Hebben wij van gezegd, door je echt in te leven in de klant, bedenkt Innovan Trailers nieuwe concepten. Er worden maatoplossingen en prachtige noviteiten gerealiseerd. Innovan doet aan koopbeleving. Ook financiering en verhuur is gebaseerd op meedenken. Een prachtig bedrijf. Sneltonig. Doe wat je belooft en nog net wat meer. Snelheid, klantgerichtheid en dus klanttevredenheid zijn basiswaarden. In een markt waar het product niet het verschil maakt, doet Sneltonig dat wel. Praxis, durf te investeren, dat geldt voor Worebo. Ook in de crisis, zowel in je vestigingen als in je mensen. Daardoor maakt Worebo in een moeilijke markt het verschil. Met durf, een lange termijnvisie en een grote lokale betrokkenheid heeft Ede een ondernemer waar ze trots op mag zijn. En nu de winnaar. Ik zal de microfoon voor je vasthouden. Dit jaar wat nieuws. Gouden envelop. Dames en heren, ook dit jaar had de jury het erg moeilijk in de categorie MKB. Drie zeer sterke ondernemers. Kan er maar één de winnaar zijn en dat is geworden het bedrijf in Ede gevestigd met zeer tevreden klanten en werknemers, Innovan Trailers. Ja, enorm gefeliciteerd. Ik vind het een fantastisch filmpje en een fantastisch concept. Ik had ze inderdaad al gezien, alle bedrijven. En dan is het blij dat je niet in de jury zit. Dus ik heb liever dat ik deze prachtige award mag overhandigen aan jou met je mooie bedrijf en je mooie concept. En ik wens uiteraard ook de andere deelnemers, want eigenlijk zijn het gewoon drie winnaars. Alleen ja, er is er altijd eentje die dan de award krijgt. Maar ik vind het echt ook voor de tweede en de derde, wat mij betreft, een hartelijk applaus. En Erik, nou jouw reactie. Nou, mijn reactie, ja. Ja, dit had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Dat zit een beetje in het aard van het beestje. Niet te veel verwachten, dan valt het altijd mee. Nou ja, en dat doet het vanavond. Dus ik ben er echt blij mee, ik ben er trots op. En ja, verder ben ik uiteraard niet alleen binnen mijn bedrijf. Ik kan het ook helemaal niet alleen. Ik heb een fantastische vrouw achter me staan die mij steun en toeverlaat is als ik weer eens te laat thuis kom voor het eten. Maar goed, daarnaast heb ik natuurlijk 16 fantastische medewerkers. Ik ben ontzettend blij met ze. Zij moeten het maken. En het product wat we maken is niet makkelijk. Tenminste, ik vind het niet makkelijk. Ook deze mensen die op de markt staan geven hun laatste ziel en zaligheid, zeg maar, in het product, hun laatste centen. Dus het moet ook echt goed, het moet ook echt mooi. En dat doen we graag. Dus daarom zien we dit als een bekroning op ons werk. Hartelijk dank. Dankjewel. Kom je er even bij? En de andere twee genomineerden, en zoals Ben Smeek net al zei, ook hele terechte winnaars. Alle drie eigenlijk winnaar, maar ja, dan kan er maar één de eerste zijn. En er worden nu foto's gemaakt. Kunnen jullie iets naar voren komen? Of iets naar voren?